Goedendag iedereen, welkom op het kanaal Sputnik. Ik ga vandaag het onderwerp behandelen waarom groei ik niet op YouTube. Mijn kanaal gaat over YouTube tips, internet tutorials en how-to's. En met dit gezegd hebben, laten we meteen beginnen. Eigenlijk vat ik het op in misverstanden. Dus misverstand nummer 1 is: neem de tijd om het algoritme te begrijpen. Wat ik hiermee probeer te zeggen is dat het algoritme verandert 200, 300 keer per jaar. Dus eigenlijk zowat elke dag. Maar je kunt wel bijvoorbeeld je kijktijd en reacties en je tags invullen en je descriptie goed invullen. Hier heb ik ook een video over, dus check die video. Misverstand nummer 2 is: neem de tijd om de competitie te begrijpen. Als wat ik hiermee bedoel is bijvoorbeeld als ik intik hoe maak je een YouTube kanaal. Dan zul je zien dat de eerste video heel vaak wordt bekeken. Maar als ik nou maak een YouTube kanaal maken, dan komt eigenlijk deze video naar voren. Hoe maak je een YouTube kanaal? En zo kun je eigenlijk de tags en de titel veranderen, zodat je wel bovenaan komt te staan. Maar waardeer wel de competitie. Misverstand nummer 3 is het niet uploaden van een custom thumbnail. Deze hebben allemaal mooie custom thumbnails. Maar dit is bijvoorbeeld een plaatje uit de video. Dit is een plaatje uit de video. Terwijl die wel vaak wordt bekeken. Maar deze heeft dan weer een custom thumbnail. De meeste hebben bij deze een custom thumbnail. Maar deze dan weer niet. En zoals je kunt zien wordt die niet al te vaak bekeken. In 3 jaar wordt die 510 keer bekeken. Misverstand nummer 4 is het niet consistent uploaden van video's. Dus niet standaard elke week een video uploaden. En misverstand nummer 5 is het niet focussen op één onderwerp. Dus jouw kanaal geeft allemaal video's over verschillende dingen. Dan is het moeilijk voor de abonnee om te begrijpen waar jouw kanaal over gaat. Mijn kanaal gaat over YouTube tips, internet tutorials en how-to's. Dus gewoon de computer op zichzelf. Dus dat is één onderwerp. En dat zorgt ervoor dat er eigenlijk de abonnee meer kans, of tenminste meer waardering heeft voor datgene wat jij doet. En daardoor sneller zal abonneren. En de bonus tip van vandaag is dat je je view experience moet verhogen. En dat is eigenlijk heel simpel gezegd de kijkerswaardering. Dus zorg ervoor dat er altijd een soort van een view experience, dus een kijkervaring is. Dus zorg dat er in je video ook daadwerkelijk vanuit je titel een soort van waardering is voor datgene wat je laat zien. Dus dit filmpje gaat over waarom groei ik niet. En dan geef ik 6 eigenlijk tips of misverstanden die daadwerkelijk toepasselijk zijn. En dan zal de kijker zich waarderen om het feit dat hij daarmee aan de slag kan gaan. En dan zal hij sneller abonneren. Dus dat zijn eigenlijk mijn misverstanden. En ik hoop jullie hier genoeg mee geholpen te hebben. Tot de volgende keer. Hoi.